Heb je wakker gelegen vannacht of valt het mee? Nou, we zagen het aankomen, hè. Het kon ook niet anders. Het was te verwachten. Ja. We hadden er eigenlijk al wel rekening mee gehouden. Maar ja, het valt toch altijd rauw op je dak. Had je dan ook bijvoorbeeld minder kerst... Ingekocht. Ja. Ja, maar ja. In september, kerst kopen we al zo vroeg in. Ja. Dus we hadden gedacht van nou, de mensen kunnen dit jaar het land niet uit. Dus laten we iets meer inkopen, zodat mensen gewoon lekker kunnen versieren thuis. En de boel gezellig kunnen maken. Maar ja. Maar jullie zijn nu alles weer een beetje aan het inpakken en aan het opruimen voor volgend jaar maar weer. Ja. Ja. Ja, we zijn alles aan het inpakken. En dan gaan we de winkel weer opnieuw inrichten. Met de dingen die we hebben en de nieuwe spullen die binnenkomen. Want we willen natuurlijk wel dat onze klanten nog gewoon kunnen bestellen in principe. We gaan even kijken wat daar de mogelijkheden in zijn. En dan, we kunnen wel blijven leveren. Ja, en je hebt waarschijnlijk ook nog wel lopende bestellingen. Dus die, ja. Die bezorgen jullie gewoon nog netjes, dat gaat gewoon door? Ja, die worden gewoon netjes bezorgd. En als mensen bijvoorbeeld nu thuis zitten en die bijvoorbeeld vaker komen, die zeggen nou die kaars heb ik pas gezien, kan ik die gewoon bestellen wil, maar dan kan dat gewoon. Ja, en dan kunnen ze dat waarschijnlijk ook gewoon even achteraf halen bij de winkel, bij het magazijn. Precies, dan doe je gewoon een soort afhaalfunctie. En, en hoe kunnen ze dan het beste jou bereiken? Gewoon via telefonisch. Via de telefoon. Of via de WhatsApp. Ja. Ja. Nou oké, dat is duidelijk. Dus jullie komen voorlopig tot de kerstdagen hier nog wat door? Of, ja. Heb je nou ook wat vaker vrij, Ilse? Of, Dat zullen we zien. Dat zal er nog een keer aankomen, denk ik. Ja, ja. Het is toch zonder klanten toch minder werk natuurlijk. Ja, maar ja, als we onze website gaan vullen met foto's, met de dingen die we wel hebben. En misschien dat we nog andere mogelijkheden of bronnen aanboren. Dan proberen we de mensen wel te informeren via onze website. En via, dan zullen we het ook even Instagram melden. En Facebook. Ja. En nou ja, ook wij gaan handjes uit de mouwen. Rug recht. En... op naar de toekomst. Precies, 2022 wordt alles beter. Hè? We hopen een normaal 2021. Ja, dat hopen we allemaal. Hey, dankjewel voor de toelichting en veel succes, dames. En mochten we elkaar niet meer zien, hele fijne feestdagen, ondanks alles. Nou, jullie ook allemaal.